zijn er weer. Eens even kijken wat er in onze kortingding zit. Ik ga eventjes mijn tas even uitruimen. Eventjes een beetje opruimen. Zoals deze kan ik even bewaren. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 14 november 2022. En het is nou bijna 2:00 in de middag. En ik loop nou lekker met 3 dames gezellig buiten. En wat ik nog allemaal ga doen vandaag, ik weet het allemaal niet. Nee, en ik lig niet over de tijd. Nee, ik niet. Ik kan er niet zo heel goed tegen, zeg maar. Nee. En wat andere YouTubers doen, moeten ze lekker zelf weten. Maar ik niet. Neem daar maar eens een keer een voorbeeld aan. Hey, mensen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. We zijn er weer. Eens even kijken wat er in onze korting ding zit. In onze korting, nou, voor mij niet zo heel veel. Wat zit allemaal voor? Dat mag ik niet hebben, dit allemaal. Voor een stoel vanille voor 50 cent. Ja, dat mag ik al niet hebben. Nee, wel goed. Deze mag ik dan wel weer hebben. Pindakaas banaansmaak. Nou, daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Pindakaas banaansmaak. Hebben we daar nog meer pindakaas banaan of hebben we ook nog andere? Pindakaas banaan. Dat is allemaal pindakaas banaan. Dat mag ik wel allemaal hebben. Pindakaas banaan? Ja, maar ik hoef niet alles mee, maar gewoon even kijken of ik dat allemaal... Gewoon 4 heb ik genoeg, denk ik. Ik heb er nu 4. Allemaal pindakaas banaan, oké. Okay. Zal ik gewoon even kijken, dat is 1, 2, 3, 4, 5. 50 cent, eurotje. Ja, en ik heb hier al 2. 2 euro. 3 euro. 3, 4, 5, 5, 5. Nou ja. 5,5 eurotjes. Ja joh, ik vind het prima, helemaal goud. Roos is er ook weer bij, gezellig. Hij schat. Ja. Gaat ie? Ja goed. Ja goed, mooi. Lunch, was die? Die? Lunch, nee. Sport. Ja. Hoe duur is dat? Eerst kijk op de achterkant, hoe duur? Eurotje. Een eurotje. Een eurotje. En een eurotje.
Ja, ja. Dus, ja. De helft korting, dat is wel jammer. De helft, oké. Okay. En voor de rest? Deze is nog minder korting, dat is ongeveer een derde korting. Oké, okay. Ja, is minder, hè? Hier voor iets? Wist je niet. Schelplever, haha. Ja, dat zeg ik. Wist je niet. Een eurotje. Pekelvlees, een eurotje. 21. Deze is 2 euro. Ja, Rodi vindt het leuk om daar goed naar te kijken qua Rodi vindt het leuk om daar dus naar te kijken qua de gewicht en dan de prijs en wat erop staat. Of dat wel waard is. Zeg maar. Als dit nou lekker zou zijn, zal ik het. Wacht even. Waarom? Stel dit was lekker. Waarom? 3,81 euro is. Ja, en nu? Eurotje. Voor een eurotje. Oké. Okay. Kijk, als dit nou 3,81 was. Ho, niet. Voor een eurotje. Ho, ja. Dat is nu 1,95. Maar ja. Dat vind ik de moeite niet. Nee. Helaas. Ja, precies dat. Dus ja, niet zoveel. Als dit nou een eurotje zou zijn. Ja, dan hè. Dan weer wel. Alles en dan weer wel, ja. Ja. Lemon cookie. Ja, ja. 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 Waarschijnlijk wel, je weet het niet, hè? Ja. Ook een eurotje. Ja, precies dat. Ja, ik moet nog het een en ander opruimen. Dat zijn deze tassen. Kijk, ik moet die even uitzoeken. Ik moet dit. Nou, deze is leeg. Heel goed toevallig. Dus die kan ik even aan de deur ophangen. Yep. Ik moet dit even uitzoeken. Dit moet naar de kavia's. Ik moet die sowieso uitzoeken. Dat moet ik in de koelkast. Dat. En dan moet ik die nog uitzoeken. En dan liggen hier de dames helemaal goed. En ik heb de kachel aan, jongens. Ik heb het koud. Ja. Ja, wat ik zeg. Ik heb het gewoon koud. Ja, ik heb het gewoon koud. Punt.nl. Ja, ik wel. Ik heb het gewoon echt stervenskoud. Ja, brrrt. Koud. En weet je wat ik ga eten? Even deze koekoek erbij. Lekker. Dat ga ik eerst doen. En ik ga even editen. En ik ga Enzo nog even afkijken. En ik had mama al geprobeerd te bellen. Maar die neemt niet op. Maar dat komt vanzelf wel weer goed. Goed. Ja. Inderdaad. Ik ga eventjes mijn tas even uitruimen. Eventjes een beetje opruimen. Zoals deze kan ik even bewaren. Kijk, deze moet ik ook gewoon weer bewaren. Deze moet ik even bewaren. Er moet even wat dingen in de was, zoals dit, et cetera. Dit moet even in de wasslipjes. Ook wel erg handig. Even allemaal in de was. Was. Kijk, deze moet ik even bewaren daar naartoe. Kijk, die moet ook even weer daar naartoe. Kijk, dit moet in de was. Dit moet in de was. Dat moet in de was. En zo kan ik even uitpluizen wat even alles in de was moet. Kijk, deze kan ik ook weer even opbergen. Het is wel handig om het ook te hebben daar. Zo. Top. En dan doe ik hem hier doorheen. Het werkt wel. Ideaal zo. Ja, ideaal. Ja. Kleine, kijk, die moet even ook de was in. Die moet de was in. Die hoeft niet de was in. Kijk, deze moet eventjes hier naartoe. Yes. Die moet even daar naartoe. En dan moet ik even weer wat goed inpakken hier. Dat lijkt me ook wel erg handig. Weer even herinpakken. Herindelen. Kijk, die moet ook even eruit. Yes. Wat is er, kleine? Hi meisje, wat is er? Hi meisje. Moet ik even beter gaan opvouwen. Zo. Toppie. Helemaal goud. Top. Even wat nog wat afhalen. Zo. Moet ik lekker daar. Roderick Pesta.nl. Ja, dat is leuk.
af en toe wel. Eens even kijken. Ja, mooi. Dat kan daar weer naartoe. Dan kan deze er eigenlijk in principe uit. Die kan gewoon weer hier naartoe of zo. Geen idee, maakt allemaal niet uit. Ik heb dat daar naartoe. Dat is daar. Jawel, echt wel. Moet jij eens opletten. Dat kan daar naartoe. Die kan ook weer mee. Die moet ook even in de was. Helemaal chill, helemaal fijn. Deze kan er weer in. Moet jij eens opletten. Ja. Echt wel, jonge dame. Top, 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 top. Holadie, holadio. Zo. Auwie. Zo. Top, top. He, he. Ja. En dan deze mee. Weer. Ja. Ik moet het gewoon beter inpakken, weet je. Ik moet het gewoon even iets beter organiseren hier. Maar dat komt wel goed. Oh ja hoor. Alles komt goed bij mij. Oh ja, degelijk. Kijk, want deze gaat ook weer mee. Ja, echt wel. Kleine meid. Hi. Nee, daar blijf je. Dank u. Lijkt me heel fijn als je daar gewoon even blijft. Top. Thank you. Eigenlijk wil ik gewoon mijn... even kijken. Ja, hier. Top. En jij daar naartoe? Huh, want hij heeft mijn tas nog niet meer zo zwaar, zeg maar. Dat is wel een stuk chiller, zeg maar. Als mijn tas niet meer zo zwaar is. Zo, die dan even zo. Die ook weer mee. Ik vind het zo chill dat die meegaat. Die gewoon weer mee. En dan deze mee. Lijkt me ook wel weer fijn. Deze ook wel weer mee. Zo. Top. Aardig ingepakt. Dan moet ik even nog even mijn was wassen. Even kijken. Hier verder is niks, hè? Nee. Mooi. En dan gaat dit nu dus richting de douche toe. Kan ik dat dus even gaan wassen? Ja, lijkt me ook wel weer fijn. Even gewoon wassen, jongens. Moet ook gewoon gebeuren. Mijn spullen in de was doen. Oh, kijk, dan doe ik het even zo. En dan ga ik eerst even hier even stofzuigen. Ja. Jep, dat moet sowieso even gebeuren, stofzuigen. Hé hé, wat een dagje. Laat opgestaan. Nu al lekker op bed. Het is nu op dit moment 1:15. Maar ik ga nu nog niet slapen. Nee, dus ik ga ook op dit moment nog niet de vlog afsluiten. Ik zal Rodus eigenlijk rond 8:45 wakker bellen. Maar dat werd om 9:00. Maar oké. Hij is hier even naartoe gekomen. En we hebben samen gegeten. Hij heeft even de hondjes uitgelaten. Ik heb nog een vlog even kunnen editen. Yay! Dankjewel, lieve schat. Dat je me die ruimte gunt. Want anders kom ik er niet aan toe. Nee. Dus, maar ja. Ik ga nog eventjes, denk ik, eventjes een jaar van je leven. Even één aflevering terugkijken. Dus dat is ongeveer 40 minuten. Dus jullie zien me straks nog. Ja. Yeah. Dus dat ga ik nog even lekker kijken. Dus komt helemaal goed. En ja. Ik hoop dat jullie ook gewoon een leuke dag hebben gehad vandaag. Dan dat aan jullie dit kijken. Zo ja, laat het wel weten. Sowieso. Wat heb jij nou vandaag gedaan? Daar ben ik benieuwd naar. Laat je me even weten. En 3 afleveringen verder. Ik zit dus nu gewoon op aflevering 4 van 1 jaar van je leven. Zit ik te kijken. Ik zit er al in al op aflevering 4. Dus het zal ook wel weer 5 en 6 gaan worden. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het heerlijk om even naar te kijken hoe en hoe mensen met elkaar omgaan. En nu hebben ze dus boodschappen besteld. En ook wc-papier. Moeten ze gaan stemmen of ze per persoon een wc-rol willen hebben. Of dat ze het voor de hele groep willen hebben. Dus wat nog leuk.
Ja, maar ik ga wel deze vlog weer nu wel afsluiten, jongens. Het is nu inmiddels, mag ik niet liggen, het is nu 2 uur, ja. Dus vond je deze vlog nou wel weer kort, maar wel weer leuk? Ik zou zeggen, doe het hele riddeltje, abonneren en doe het duimpje omhoog, jongens. En dan zie ik jullie weer graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.